De 2022 Suriname Survey of Living gaat zich richten op identificatie van knelpunten om Suriname naar een hoger ontwikkelingsniveau te tillen. Dit initiatief, georganiseerd door de Inter-American Development Bank, IDB, en de World Bank, beoogt verschaffing van inzicht in diverse sectoren in Suriname. De survey omvat data rond kwetsbare groepen, waarvan correcte implementatie gunstig kan zijn bij de vormgeving van toekomstig beleid. In een presentatie ging vertegenwoordiger van de World Bank voor Suriname en Guyana, Adriana Lavallee, in op enkele verkregen data en mogelijke aanbevelingen. This first analysis is intended as an entry point for additional and further analysis and for a publication of poverty studies afterwards. The Suriname Survey of Living Conditions can be helpful. It's a tool for researchers and policymakers to facilitate data-based decision making. The survey collected a wide range of information to assess living conditions such as health, fertility and early childhood development, education, labor supply and farming, housing, personal safety, immigration, consumption patterns, income and expenditure, among others. The survey included enhanced modules of labor market and social safety nets, which will allow further understanding of the impact of recent shocks on households and vulnerable groups. Minister van Financiën en Planning Stanley Ragubashing benadrukte het belang van welzijn van het volk als prioriteit voor de ontwikkeling van Suriname. Met het oog op duurzame ontwikkelingsdoelen dient elk beleid gericht te zijn op bevordering van de ontwikkeling van Suriname. Te beginnen met de verkregen data. En in de eerste 15 jaar van de millennium zijn de resultaten zodanig opgegeven dat we kunnen zeggen, ja, dat is iets waar. Met alle problemen van oorlog, van misverstand, van vrede, dat is iets waar we als planeet, waar we als medebewoner, mede-eigenaar van deze planeet trots op zijn. Lavallee zegt dat de volgende fase zich richt op verdere verzameling van data. In overleg met belanghebbenden wordt nagegaan hoe deze volgende stap zal worden gezet.